Goeiedag, er is tropische hitte onderweg naar Nederland. Op dit moment hangt die luchtsoort nog in Frankrijk en Spanje, maar geleidelijk aan verplaatst zich dat naar het noorden toe, ook richting onze omgeving, en wij gaan daar vanaf morgen mee te maken krijgen. Nou, er zijn heel veel verschillende manieren om die hitte de komende dagen buiten de deur te houden, bijvoorbeeld door lakens voor het raam te hangen. Tegelijkertijd wordt het erg droog in de natuur. Dat geldt vooral voor het zuidoosten, zuiden en zuidwesten van het land. De afgelopen weken is er al heel weinig regen gevallen en dat kan de komende tijd de hitte ook wat extra versterken. De bodem is namelijk heel droog. Instraling van de zon valt daarop en in plaats van dat vocht verdampt, gaat die instraling van de zon maximaal omgezet worden in warmte. En dat kan potentieel 1 of 2 graden extra opwarming geven nabij het aardoppervlak. Daardoor kunnen de temperaturen dus iets hoger uitvallen dan misschien verwacht wordt. Nou, op de animatie zien we dat we aanvankelijk nog met wat bewolking te maken hebben, maar geleidelijk breekt de zon vanuit het zuiden door de komende dagen en dan krijgen we dus met die hete lucht uit Frankrijk te maken. Rond woensdag nadert er vanuit het westen een lage drukgebied en zouden er een paar regen- of onweersbuien kunnen vallen, maar ik verwacht geen heel grote hoeveelheden neerslag. Op de temperatuurkaart zien we de hitte ook mooi vanuit het zuiden naderen. Dit is morgen. Die gele kleuren, dat is de nachttemperatuur en vooral dinsdag wordt het dus heel warm. Daarna verplaatst die hitte langzaam naar het centrale deel en oostelijke deel van Europa en komen wij weer in wat koelere lucht terecht. Eerst een kaartje voor morgen. Temperaturen dan van 30 graden in het noorden tot 35, misschien op een enkele plaats 36 graden in het zuiden van het land. En daarbij schijnt de zon vrijwel volop. Misschien dat er in de namiddag en avond van west naar oost een paar hele dunne velden met sluierbewolking overwaaien, maar daar schijnt de zon verder prima doorheen. Er staat bovendien weinig wind, dus het voelt extra warm aan. En ook morgenavond blijft het nog lange tijd warm. De warmste dag echter staat voor dinsdag gepland. Dan komt er nog een paar graden bij. 33 of 34 graden in het noordelijke kustgebied tot algemeen genomen 38 graden in de zuidelijke provincies en in het oosten van het land. Het is echter niet uitgesloten dat de warmste luchtsoort al iets eerder het zuiden van ons land bereikt. En dan kan het op een enkele plaats misschien wel 39 of zelfs tegen de 40 graden worden. Dat geldt dan vooral voor Zuid-Limburg, Brabant langs de Belgische grens en in Zeeuws-Vlaanderen. Gaan we even naar de grafiek kijken voor het zuidoosten van Nederland. De kans op zomerse dagen en de kans op tropische dagen. Dan zien we dat de kans op een hittegolf eigenlijk niet zo groot is. Want 5 zomerse dagen op een rij, dat gaan we wel halen. Maar die tropische dagen, dat wordt misschien nog wel een probleem om een hittegolf te bereiken. Alleen maandag en dinsdag worden in principe tropisch. Misschien dat woensdag daar ook nog bij komt, maar dat zal heel plaatselijk zijn. We zien wel een hele kleine kans, dus helemaal uitgesloten is het niet. Nou, de dagen daarna koelt het dus geleidelijk wat af. Al zie je rond volgend weekend en het begin van de nieuwe week toch weer de kans op tropische temperaturen langzaam wat toenemen in het zuidoosten van het land. Betekent dus dat het wel ook dan aan de warme kant blijft. Nou, dinsdag dus overal tropische hitte, de dagen daarna kans op een regen- of onweersbui, langzaam dalende temperaturen, maar het blijft ook vanaf donderdag gewoon zomers warm in delen van het binnenland. Ik wens u nog een prettig weekend.